Kapper Hervé Lauwaard uit Gent heeft zowel dyslexie als dyscalculie. Vooral dat laatste levert hem nu nog veel praktische problemen op. 64 horen, 64 goed weten en toch 46 opschrijven. Dat is eigenlijk het grote probleem van dyscalculie. En op later leeftijd hebben we daar enorm veel problematiek mee. Als wij bijvoorbeeld het getal 12 zeggen, dan weten wij, ja, dat is eentje minder dan 13, eentje meer dan 11. Hè. Wij koppelen daar het getalwoord 12 aan en wij koppelen daar ook het Arabisch getal 12 aan. Mensen met dyscalculie gaan eigenlijk vaak problemen hebben met de betekenis. Je kunt in ieder geval zorgen dat ze nog geloven in zichzelf. En eigenlijk inzien dat wiskunde maar een vak is.